shit. En ik heb heel veel zin om aan die nieuwe shit jullie te spelen. Is dat oké? Laat je even horen dan voor de beatbuster basis sexy. Kijk ze staan hier mannen. Die zijn droomvrouw helaas niet meer ontmoeten. Dus kon ze dromen met het beste wat hij krijgen kon. En dacht dat hij het dan voor haar het best verzwijgen kon. Zo ging het jaren, kon ze komen keurig samen. Als een monogame slavende beschaving, amen. Hij trok het wel, maar voelde het eigenlijk van kloten. Hij sloeg op volgende verleiding die werd groter. Vooral het twijfelen dan, dat vindt hij lang genoeg. Maar vindt niks angst en zelfvinding. Of minico, kan er niet meer zo heen draaien. Die klasse is de broek, is de grote mee te draaien. En ieder koos hij dan ook in een vaste fruitje houdt. Maar juist dat maakt het zo hinderlijk benauwd. Doe maar een sessie voor degene wat niet mag. Maar dan had zijn droomvrouw na toch elke dag. En dan moet hij met de vrouw als ze komen. En dan staat hij in de staal en dan staat hij wat te dansen. Kijk op zich heen, voor de vrouwen zijn die met hem willen kijken, maar koos heb gewoon een leven, heb je wel gekozen. En koos mag niet kijken en koos mag niet bozen. Maar kan niet met roze koos, doet gewoon zijn ding. Ga naar de zaak, je pak het concert, dan staat in de city. En denk je, zal ik nog een t-shirtje kopen, voel je me geld bewaren. Voor het enige teken, maar die ligt gewoon nog over die kans. Maar het is op je boek om te krijgen, het is gratis. Dus koop erin, je kunt nog steken, voel het te laat. Als hij zijn mij van de realiteit heeft. En dan komt hij met de prijs van de realiteit. Dat betekent dat hij niet vrij leeft. Hij heeft kiespijn, koos kiespijn. Omdat koos niet kiezen wil. Hij heeft kiespijn, koos kiespijn. Maar als hij niet kiest, dan is hij stil. Hij heeft kiespijn, koos kiespijn. Dus waarom dat hij kiezen moet. Hij heeft kiespijn, koos kiespijn. Wat koos zo snel op. Thank you.